We gaan aan de slag met de oefening waarbij we zelf gaan ontdekken wat er gebeurt als we het blad openzetten of gesloten houden. Dat doet natuurlijk iets met de startrichting van de bal, maar dat zal ook iets doen met het contactpunt hier onderin bij de bal. Wat je gaat doen, je speelt eerst drie balletjes waarbij je het lichaam ver naar links oplijnt, maar het blad openzet en je speelt wat ballen. Vervolgens speel je drie ballen waarbij je het lichaam ver naar rechts oplijnt en je zet het clubblad richting de hol, dus gesloten. En vervolgens speel je die om en om. Eentje links oplijnen, blad open, eentje rechts oplijnen, blad gesloten en zo ga je door. En je wil continu blijven ervaren wat er gebeurt met de vertrekrichting van de bal, maar ook met het contactpunt hier onderin bij de bal. Ik kan je nu gaan vertellen wat het dan precies moet zijn, maar het is veel belangrijker dat je dat zelf gaat ervaren wat er gebeurt. In totaal speel je zo'n 10 tot 15 ballen. Ervaar goed de aandachtspunten die ik je zojuist heb gegeven. Vervolgens wil je 10 tot 15 ballen zo goed mogelijk op de vlag spelen. Dus qua vertrekrichting goed en qua contactpunt hier onderin bij de bal goed. Heb je dat gedaan, zit deze oefening erop. Succes en veel plezier met trainen.